Een derde van de jongeren heeft het afgelopen jaar problemen met geld ervaren. Dan gaat het vooral om meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Schulden bij familie en het kopen van spullen op afbetaling. Ja, een derde. Ik vind dat toch best wel veel. Ja, het is ook heel veel. En het wordt ook steeds makkelijker, hè? Toen ik klein was, kreeg ik zakgeld. En dan ging ik nadenken wat wil ik kopen. En dan moest ik op de fiets naar een winkel. Als ik genoeg gespaard had, dan kocht ik het. Ja. Nu heb je een mobieltje en is alles echt één klik verwijderd. Dus ja, dan moet je jongeren daar ook wel weerbaar tegen maken. Ja, want heeft het daarmee te maken dat dit misschien wel toeneemt, dat het makkelijker is geworden? Ja, ik denk echt dat de verleidingen zijn veel, veel groter. Met één druk op de knop kun je iets bestellen. Kun je in een spelletje een lootbox kopen. Ja, en als je dan niet door hebt bijvoorbeeld dat influencers, mensen waar je tegen opkijkt, jou eigenlijk proberen te verleiden om dingen te kopen, ja, dan moet je wel leren herkennen. Ja, laten we even gaan kijken naar wat jongeren daar zelf over zeggen. Als ik bijvoorbeeld 400 in een maand verdien, dan ga ik 100 mag ik uitgeven, 300 zet ik opzij. Nou, ik geef het gewoon gelijk uit als ik het krijg. Omdat ik ook niet zo goed kan sparen, daarop houden. Hoe komt dat? Ik word heel snel geïnfluenced. Ja, vooral, ja, ik heb dat zelf ook met make-up bijvoorbeeld. Dat ze iemand dan zegt van, oh ja, dit is zo goed, moet je echt kopen. Dan denk ik van, oh ja, dat moet ik uitproberen. Ja, want als het mooi is op een filmpje, dan wil je het zelf ook hebben. Influencers beïnvloeden mij meer dan advertenties. Waarom? Advertenties vertrouw ik niet zo echt. Ik denk dat mijn uitgaven 70% aan geïnfluenced spullen wordt besteed. Zo, 70%. Ja, dat is echt veel. Twee derde dus van de jongeren die geeft aan dat zij beïnvloed worden. Is dat inderdaad via bijvoorbeeld Instagram of TikTok dat daar producten worden aangeprezen? Ja, precies. En wij zijn er ook gevoelig voor, hè? Bekende Nederlanders zitten niet voor niets in reclames. Maar jongeren echt nog wat extra. En een van de dingen die we in de Week van het Geld proberen te leren is dat als iemand waar je tegenop kijkt zegt dat er een fantastisch product is wat je moet kopen, dat die persoon dat niet doet omdat hij het zelf nou een heel lekker product vindt. Dat hij er gewoon voor betaalt. En dat leren herkennen is een van de manieren waarop je kinderen echt veel weerbaarder kunt maken. En ook jongeren van 70%. Ja, dat is natuurlijk echt een schrikbarend getal. Ja, er zijn al regels van de autoriteit Consumenten en Markt waar influencers aan moeten voldoen. Maar gaat dat altijd goed? Nee, dat gaat gewoon niet altijd goed. En zelfs als het erop staat, dan voldoen ze aan de regels. Als jij als jongere niet herkent dat wat er eigenlijk gebeurt, hè, dat je wordt verleid. Ja, dan kunnen wij regels maken tot we blauw zien. Maar dat gaat het niet in zijn eentje oplossen. Dus een van de dingen, dit is een mooi doelboekje voor het basisonderwijs. En daar staat gewoon een screenshot in van zo'n YouTuber. En dan staat er, herken nou dat het reclame is. Want het staat er wel, maar als je ogen niet opvalt, je niet weet dat er eigenlijk staat, deze persoon wordt gewoon betaald. Ja, dan kun je het toch niet op waarde schatten. Ja, Peter, je hebt ook kinderen thuis. Is dit herkenbaar? Ja, het is herkenbaar. Vooral mijn jongste dochter, die is nu in de leeftijd dat make-up ineens interessant wordt. Dus die volgt dit soort sites. Maar ze geeft ook aan, en daar ben ik wel blij om eigenlijk, dat er ook sites zijn die wat kritischer zijn hierop. Die zeggen van, dit wordt daar wel door een influencer aangeprezen, maar je kunt dit veel goedkoper krijgen bij de HEMA, bij wijze van spreken. Dus die sites kent ze ook. Dat vind ik eigenlijk wel geruststellend. Ja, maar dan gaat het dus heel erg om jongeren dan weerbaar maken. Maar zou je niet vanuit de overheid nog meer kunnen doen om jongeren er gewoon tegen te beschermen? Ik denk, we maken allemaal regels. Hè. De regels worden ook weer strenger. Zometeen bijvoorbeeld voor dat buy now, pay later. Maar dat is echt dat kopen op afbetaling. Ja, dat zou ik nu kopen en dan over een paar weken betalen. Ja. Mm-hmm. Dat is helemaal geen Klarna. Ja. Ja, dat, nou, je ziet, ja. Iedereen kent het hier. Ja, en dat is op zich ook, kan het heel goed zijn. Dan heb je het eerst in huis, kijk je of het bevalt. Alleen, ja, je moet je wel realiseren dat die rekening uiteindelijk wel komt. Ja. En als je niet op tijd betaalt, komt er vaak nog een stevige boete achteraan. Ja. Ja, daar kunnen we strenger op zijn. Maar jongeren gaan hiermee worden geconfronteerd, nu en als ze groter zijn. Dus zul je ze ook echt moeten leren hoe hiermee om te gaan. Ik vind het wel een moment om op te voeden, zeg maar. Ik heb met mijn dochter ook gehad dat ze via Klarna bestelde en dat ze dat moest betalen. Maar dat ze er geld al aan andere dingen had uitgegeven. Ja. En aan mij een voorschot vroeg voor de volgende maand. Ja, en dan heb je echt een moment, zeg maar, om wat opvoeding te plegen, denk ik. Ja, je zou ook kunnen zeggen, je moet dat soort dingen niet aanbieden voor jongeren. Dan kijk, eigenlijk jongeren onder de 18 mogen ik helemaal niet afbetaling kopen bij Now Pay Later. Dus ik ga ook echt weer in gesprek met die aanbieders. Wees nou gewoon strenger. Er komen over 2 jaar wetgeving aan. Maar je wilt toch niet op je geweten hebben dat iedereen even met een, door gewoon even helemaal niet te controleren, dat een 14-jarige kan doen of hij 25 is. Ja. Maar kijk, ik ben het erg met jou eens. Het is ook
af en toe een vergissing, daar leer je van, hè? Ja. Alleen we zullen wel jongeren ook moeten leren dat ze na één vergissing dat ze hem niet blijven maken met steeds grotere bedragen. Ja. U roept nou kinderen op om verstandig op te gaan met geld, maar tegelijkertijd is er ook best wel wat kritiek op de fondsen met grote bedragen die u afgelopen jaren voor bijvoorbeeld klimaat en stikstof heeft gereserveerd. Wat vindt u eigenlijk van uw eigen huishoudboekje? Ja, dat huishoudboekje staat er best goed voor. De staatsschuld is onder de 50%. En wij geven, maar dat vind ik wel mooi. We zeggen ook helemaal niet dat je geen geld mag uitgeven. Als je geld uitgeeft aan onderwijs van klimaatverandering, lijkt me dat een fantastische investering. Maar dingen waar je later spijt van hebt, omdat je toch te snel bent meegegaan onder invloed, ja, daar moet je mee stoppen. Wouter, heb jij nog iets te zeggen over het huishoudboekje en de kritiek die daarvan komt? Nou, ik zit even te denken. Je hebt in de Verenigde Staten op het moment dat er reclames zijn voor medicijnen, dat mag daar, dat er staat in beeld paid actor. He, dus dan zie je iemand zo, nou, ik heb dit middel genomen en ik zag er daarna weer geweldig uit. En dan staat eronder dus een balkje van deze man is ervoor betaald dat hij dat zegt. Ah. En, maar ik zit me dan gelijk af te vragen, hoe kan je bij al die influencers hen min of meer verplicht om een balkje te zeggen dat ze ervoor betaald worden? Dat wordt best ingewikkeld ook om te handhaven, lijkt me. Nou ja, er wordt nu wel. Je moet er bij bepaalde bepaald aantal volgers moet er advertisement bij staan. Ja, maar dan moet je als jongere wel herkennen dat dat eigenlijk gewoon betekent betaald. Ja, een betaalde context. En dat we dit soort dingen met medicijnen niet toestaan in Nederland lijkt me overigens buitengewoon verstandig. Ja, oké. Okay. Nou goed, vanaf deze week dus overal op scholen lessen daarover. Dank